Mucky is een super relaxed babytje. Hij groeit echt als kool. Hij zit pap te eten. Dus het is nu in één keer wordt het een beetje zo'n dikke grote jongen. Dat is heel leuk. Hij heeft wel net vaccinaties gehad. Dus dan krijgt een babytje krijgt dan soms koorts. Hij dus wel. Dus het waren even twee heftige nachtjes en dagen. Toen Muck er was, daarvoor heb je altijd een soort onrust in je leven. En dan wil je dit nog en dat. En je bent niet helemaal rustig gewoon. En als hij er dan is, dan weet je, oh ja, dit is dus belangrijk. En als het met hem goed gaat, en dan is het eigenlijk allemaal prima. Ja, Muck heeft een eigen Instagram-account. Dan heeft hij 20.000 volgers of zo. Het gaat echt helemaal nergens over. En elke dag post Kim daar een fotootje op en mensen vinden dat leuk. We hebben een alte meegemaakt. Het was dat hij eigenlijk even levensloos is. Het lijkt. Maar hij ademt dan nog wel een klein beetje. Maar het lijkt alsof hij gewoon dood is. En dat was voor 7 minuten bijna. Ik was er niet en Kim heeft dat meegemaakt. Dus dat was mega schrikken natuurlijk. Een ambulance kon het adres niet vinden en het was allemaal drama. Een tweede kindje zijn zeker geen plannen nu. Maar ik denk wel dat je erover nadenkt. Dat je wil dat ze samen opgroeien. Dus dat gaat wel een keer komen. Maar het is wel, een kind krijgen is wel echt serieus heftig. Het is heel mooi, maar het is ook echt wel zwaar. Ja, misschien moet je er ook maar gewoon doorheen en moet je het in één keer doen. Maar het is nu nog niet ter sprake.